In een campagne om druk onder jongeren bespreekbaar te maken en tegen te gaan, heeft de organisatie Young Impact onderzocht wat er allemaal speelt onder jongeren. Het moet allemaal meer, beter en mooier zijn op bijvoorbeeld sociale media, zo blijkt uit hun onderzoek. Kortom, het gaat om het laten zien van het perfecte plaatje. Met welke druk hebben jongeren nu te maken? Ik denk dat er heel erg veel op hun afkomt, mede ook door het social media. Ik denk dat daar met name de druk vandaan komt. Werkdruk en geld. Ik denk dat de inflatie best wel veel is geworden, zeg maar. En daardoor veel mensen geld tekort komen. Moeten presteren, elkaar hoort het, allerlei dingen vertellen. Ik denk dat daar de drukte vandaan komt. Ja, van school heel ja, veel. Van onze ouders. Maar voor de rest. En wat ervaar je dan zoal? Nou, dat je wel gewoon goede cijfers moet halen voor je proefwerk bijvoorbeeld. Gewoon cijfers, goed je best moet doen. Dat soort druk. Toetsen. Mm. En welke druk kan je dan ervaren bij toetsen? Gewoon als je moet leren voor al die CITO-toetsen of dan word je gewoon gestrest en zo. Examens, proefwerk, kweken en zo. Ik denk sowieso dat wij minder druk hadden als jongelui van tegenwoordig. Ja, waarom denkt u dat? Ja, tegenwoordig ook iedereen met zijn mobiele telefoon in de weer. Iedereen moet echt heel erg presteren op school, werk. Ik denk bij ons wel iets relaxed. Ja, veel te veel met de gsm in de handen. Ja. Dat is echt een ramp, vind ik. Ja. Ook als de kinderen op bezoek zijn, ze zitten alleen maar op de gsm. Ja. Ja. Ik denk met druk om woonruimte te vinden, studie, werk. Nou, vroeger was er niet zoveel. Hè? De wereld is natuurlijk wat veranderd. Hè? En waar denkt u dat ze druk voor zouden kunnen hebben? De agressie, denk ik. En heeft u ook nog tips voor jongeren die met die druk ervaren op social media? Nou, nee, dat vind ik wel heel moeilijk hoor. Heel moeilijk om te zeggen van joh, dat of dat moet je niet doen. Want dat brengt ook best wel wat, hè, de social media. Dus dat is ook wel waar. Een beetje rustig blijven. Ik heb het toevallig gisteren zelf meegemaakt bij iemand achter de kassa. En toen? Ja, toen heb ik erop gereageerd en ik ben naar de chef gegaan. Dat is goed voor nu. Ja. En heb je nog tips voor jongeren? Maak je school af. Ja? Ja, maak je school af en doe wat je leuk vindt. Ja, je moet gewoon jezelf blijven. Ja. Gewoon je tijd nemen en gewoon rustig denken en zo. En sneller opgeven, want soms hebben wij dat we het pas op het laatste moment opgeven. Ja, en ook pauzes tussen als je gaat leren of zo. Dan kan je beter concentreren. En heeft u nog tips voor kinderen die dus te veel op hun gsm zitten? Ik denk dat de tips bij de ouderen moet beginnen. Ook als je hier rondloopt, zie je kinderen al in de buggy zitten met de filmpjes te kijken. Ja, dat moeten ze eigenlijk niet doen, vind ik.